Tegenwoordig kijken mensen continu op een smartphone. Pas geleden is er zelfs een meisje tegen een auto aangereden omdat ze meer aandacht had voor haar smartphone dan voor het verkeer. Zou u een dag zonder uw telefoon kunnen? Oeh, dat is moeilijk hoor. Ja, nou, ik denk dat dat moeilijk is. Nee, ik denk niet dat ik een dag zonder kan. Ik pak hem altijd wel eventjes een keertje, ja, een paar keer per dag. Nee, zonder computer ook niet. Zou ik ook geen dag zonder kunnen, dus ik ben altijd bezig. Denk het niet. Ik ben er echt heel de dag mee bezig. En, het is ook echt nodig, zeg maar. Ja, we hebben er gezamenlijk één. Ja, maar ik kan best een dag zonder hoor. Ja. Absoluut. Nee, ja, als het moet, maar dat is wel heel erg lastig hoor. Ja. Ik wel. Dus ik heb hem niet, dus voor mij is het probleem niet. Ik heb mijn eigen ijskast nog, dus... Ja. Jij niet, denk ik. Nee, ik denk het niet. Het hele sociale leven gaat rondom de telefoon, dus... Ja, vroeger deed ik het nog wel, dan zit ik nog wel een dagje thuis, maar nu... Nee. Nee. Nee, ook gewoon voor afspraken, gewoon een studentenhuis, wie er thuis eet en... Nee hoor, nee. Liever niet. Ik kan echt niet zonder telefoon, want mijn telefoon, ja, dus daar staat echt alles op. Al mijn spelletjes, al mijn dingen. Dus ik ben nogal verslaafd aan spelletjes spelen. Dus ik zou echt niet willen dat er telefoon... Nee, ik zou niet zonder kunnen. Nou, mijn telefoon is ook al mijn agenda en mijn dagelijks werk. Dus dat wordt een beetje lastig, maar ik zou er wel een dag zonder willen eigenlijk, ja. En wat zou u er dan het meeste aan missen? Ja, ik denk met de mensen onderling. Hè, neem maar dat WhatsAppen bijvoorbeeld. Dan heb je toch contacten met anderen en zo. En dat, ja, dan mis je dat toch. Dat mis je dan toch wel. Ja, ja. Wanneer speel je bijvoorbeeld spelletjes? Is dat gewoon de hele dag door? Op ieder moment? Nee, niet heel de dag door, maar af en toe. Dus af en toe op de dag zou je wel zonder kunnen? Ja, soms. Niet altijd. Het ligt eraan wat ik moet doen, dus... Ja, Candy Crush, hè? Slavend spel en dat speel ik heel graag. En hoe zou u die dag voor u zien? Nou, lekker in mijn eentje en lekker voor mezelf. En dan gewoon recreëren met niks om me heen. Geen geluiden van de telefoon. Daar ga ik van genieten. Dank je voor de tip. Oké, dankjewel.